Parlementariër Mahinder Yogi sleept zijn collega Edward Belfort voor het gerecht. Via een deurwaarder is er gisteren een brief gebracht naar Belfort, die deze echter niet heeft aangenomen. De zaak is nu gedeponeerd bij het parket van de procureur-generaal. Mensen moeten niet proberen mijn goede naam en eer door het slijk te halen, zegt Yogi. En ik heb mijn advocaat Erwin Kanhai gevraagd om te bekijken welke de mogelijkheden zijn om stappen te ondernemen. Zeker tegen meneer Belfort, die deze uitlatingen heeft gedaan. En deze berichten zijn in de media verschenen, uitgezonden. Mensen hebben gehoord overal. Het is wereldkundig geworden. Dus gisteren heeft mijn advocaat via de deurwaarder, meneer Nikoop, een brief gestuurd naar meneer Belfort. Meneer Belfort was zelf thuis. Hij heeft geweigerd dat brief in ontvangst te nemen. En vandaag heeft de advocaat de deurwaarder gevraagd om dat briefje te deponeren op het parket van de procureur-generaal. Dat is de procedure, dat heb ik begrepen, dus dat de procedure is. Maar voor de rest laat ik het over aan mijn advocaat. Dus u sleept meneer Belfort voor de rechter? 100%. Hij moet aantonen waar die 69.000 hectare is die Yogi heeft gehad. Hij moet dat aantonen. Yogi valt erover dat zijn collega na het ontvangen van stukken van ABOS-voorzitter Martin Atencio heeft verteld dat de VHP-parlementariër maar liefst 67.000 hectare grond heeft in Saramaka. Belfort las op 26 augustus jongstleden uit stukken die hij kreeg van de ABOS-voorzitter. Dat is voor landbouw, oefenen van de landbouw en veeteelt. Tijdje mee op de Amobrena, de grond is in cultuur. 1. Persieland groot 5356 hectare, bekend als Damouton. 3. Nummer 161. 2. Persieland groot 3403 hectare, bekend als Damouton. 3. Nummer 162. Persieland nummer 3. Hè. Persieland groot 4.2210 hectare, bekend als dat boek. Is het totaal? Dus hierboven is het totaal 67.653 hectare. Wama no mokisi, 67.000 hectare. Ja, na Saramaka. Dus hier Saramaka la fama. Op de valreep, meneer Yogi, dat wil je toch? Kijk, op heden dinsdag 23 april 2019 staat ten kantoren van de bewaarder in Suriname bekend ten name. Ja, kijk hier. Kijk hier. Meneer Yogi. Nou, maar zijn effectief conversie. Dus, maar zit een groep. Een voorzitter voor een conversiegroep. Look. Is het toch? Dus dat moet je voorstellen. Bijna 68 duizend hectare aan Adi. Mahinder Yogi zegt 150 hectare grond te bezitten in Saramaka. Het is ons niet gelukt om Edward Belfort te bereiken voor een reactie. In ons journaal van morgen komen wij hierop terug.